welkom bij Kids Vlogs. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben een kijkersvraag gehad en die willen we vandaag gaan behandelen. En de vraag gaat over zindelijkheid. Wanneer je er nou mee begint en hoe het allemaal in zijn werk gaat. En wat tips en tops gaan we geven. Dus wanneer is een kind nou toe aan zindelijk worden? Het hangt natuurlijk niet alleen af van de leeftijd van het kind, want ieder kind is anders en ontwikkelt zich anders. Maar wanneer begin je dan precies met zindelijkheidstraining? Nou, dat hangt af van verschillende dingen. Het kind moet eraan toe zijn en dat kan je merken aan dat het interesse heeft in de plas of poep. Of dat dat nou vies is of dat hij het juist heel interessant vindt. En het kind moet kunnen aangeven wanneer het moet plassen of poepen. Wanneer je kind nog niet met woorden aan kan geven wanneer het kan plassen en poepen, kan je natuurlijk ook kijken naar de signalen die het kind afgeeft. Bijvoorbeeld dat het kind gaat wiebelen of dat het aan de luier gaat trekken of dat het zichzelf gaat afzonderen. Er zijn verschillende methodes om te oefenen met het zindelijk worden. Ten eerste kan je oefenen met op gezette tijden met je kind naar het potje of naar de wc te gaan. Probeer dit niet te vaak te doen, ongeveer om de 2 uur. Want op deze manier raakt het kind ook gewend aan het potje of aan de wc. Er is nog een methode waarmee je kunt oefenen. Dit kun je wel het beste oefenen als je gewoon lekker thuis bent of op vakantie. Omdat deze methode inhoudt dat je gewoon de luier uitdoet. En daarmee oefent met, ik heb geen luier om, dus daarom moet ik naar de wc toe gaan. Dus daarmee leert het kind ook echt de link te leggen tussen, als ik moet plassen, moet ik naar het potje gaan of moet ik naar de wc toe gaan. Nou, als laatste hebben we nog een paar do's en don'ts over zindelijkheid. We beginnen met de don'ts. Een don't is dat je je kind niet langer dan 5 minuten op het potje moet laten zitten. En wat ook vaker voorkomt is dat kinderen soms een terugval hebben. En dat is heel normaal, dat geeft helemaal niet. Dus raak daar niet gefrustreerd over, want het komt wel weer goed. Maar ga het kind dan ook niet straffen, want dat heeft geen zin en dat helpt niet voor het kind. Belonen werkt daarbij beter, maar dat komt zo meteen bij de do's. Wat ook een don't is dat je je kind niet minder moet laten drinken. Dus gewoon drinken wat het normaal ook drinkt. En dan de do's. Het is belangrijk om je kind heel erg te motiveren en goed uit te leggen waarom je naar de wc gaat. Daarbij kan het helpen om het kind ook mee te laten gaan als je zelf naar de wc gaat. Of als broers of zussen of vriendjes of vriendinnetjes naar de wc gaan. Dan kan het kind zien dat ieder groot kind of groot mens naar de wc gaat en dat het dus eigenlijk heel normaal is. Het is ook leuk om verhaaltjes te lezen samen met je kind of rollenspelletjes te spelen. Bijvoorbeeld met een plaspop. Voorbeelden van verhaaltjes zijn van deze kinderboeken. Ik zoek mijn onderbroek of het grote billenboek. En daarin ga je samen met je kind op ontdekkingsreis over de plas en poep eigenlijk. Wat ook een idee is om plastickers te gebruiken. Deze kan je in het potje of in de wc plakken. Als het kind dan op de sticker plast, dan komt er een plaatje tevoorschijn. Dus dat is voor de kinderen heel motiverend om te gaan plassen. Geef het ook een beloning als het kindje naar de wc is geweest. En dat kan je dan steeds meer uitstellen. Dus de eerste keer ga je gelijk belonen en dan na 5 keer of dan na 10 keer of als het dan heel de week droog is. En een beloning hoeft niet per se iets te zijn wat je geeft, maar het kan ook aandacht zijn of als je kind houdt van een gezelschapsspelletje, dan zeg je nou als je deze week droog blijft, dan gaan we aan het einde van de week gezellig samen dat spelletje doen. Het belangrijkste is eigenlijk is dat je zelf ook relaxed eronder blijft en dat je het onderwerp niet te beladen maakt. Heb je nog vragen of opmerkingen voor andere ouders? Plaats dan een reactie onder deze vlog en zien jullie weer de volgende keer. Doeg! Doei!